Dag beste kijkers en welkom vanuit het Parc des Princes in Parijs, waar we het vandaag prima getroffen hebben. Heldere lucht, niet te koud, prima weer voor voetbal. Voor tekst en uitleg bij deze wedstrijd kunt u vandaag, zoals altijd, natuurlijk weer terecht bij mijn collega Jeroen Gutter en mijzelf, Siert de Vos. Deze wedstrijd wil je niet missen. Je weet het nooit voor 100% zeker, maar vandaag ben ik er eigenlijk toch wel van overtuigd dat het een geweldige wedstrijd gaat worden, Siert. De coach heeft de keuze laten vallen op deze 11 namen. En zoals we vaker hebben gezien van dit team, kunnen we ook vandaag een speelstijl verwachten die erop gericht is de tegenstander onder druk te zetten. Je krijgt dan over het hele veld van die paardjes. Ja, en niet alleen als het gevaarlijk wordt. Eigenlijk al op de helft van de tegenstander. En zo kun je meteen gevaarlijk worden als je de bal verovert. Want je staat overal 1-1. De jeugdopleiding van Sporting Lissabon, ja dat zeggen wij in Nederland. Die club heet eigenlijk Sporting Portugal. Heeft heel wat grote spelers voortgebracht. Het beste voorbeeld is natuurlijk Cristiano Ronaldo, hoewel die op Madeira begon. Ja, maar ze staan natuurlijk wel echt bekend om de jeugdopleiding. Ook Figo en Quaresma komen hier vandaan. We spelen bij het eerste team vaak spelers uit de eigen jeugd. Ludwig Augustinsson. Zeeën van ruimte voor zich. Een kans om te scoren. De verdediging ruimt op. Al zag het er even gevaarlijk uit. Joselu. Balbezit naar de tegenstander. Boedeboes. De keeper met een prachtige redding. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Die bal wordt geblokt door die speler. De bal wordt achtergewerkt, dus een hoekschop. Corner voor het doel gebracht. Romelu Lukaku is een van de beste spitsen ter wereld geworden. Een speler om op te letten deze wedstrijd. Hij is zo sterk, zo gevaarlijk. In de duels, ja, berensterk, niet af te stoppen bijna. En daardoor heel moeilijk in toom te houden voor elke defensie. Sofyan Feghouli. Van de bal afgezet. Er ligt een counter op de loer. En hier geeft de scheidsrechter een voordeel. Hij schat de situatie goed in, vind ik. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Teruggelegd op een teamgenoot. Rick Karsdorp. Boedeboes. Sofyan Feghouli. Hij neemt de bal op de schoen. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. Hele mooie beweging. Het is, ja, het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog voorbij. Hoppa. Joselu. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Mooi gered, zeg. Oh, schitterend. Normaal gesproken gaat zo'n bal er toch in.
Hoekschop wordt voorgegeven. En die bal is voorlopig weg. En nu Nathan Aké. Lars Binder. Kijk, hij fluit niet voor die tackle. Nee. Grote kans zeg om voor te komen. Hij zit erin. Boom, raak. De eerste van de wedstrijd. Tiki-taka in optima forma. Kijk eens eventjes hoe de bal rondgaat. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Hij rukt verder op. Oh, wat een kans! De keeper houdt die bal tegen. Morgan Sanson. Romelu Lukaku. Mooi trucje zeg! Circus koekoek! Dit is smullen! En nog effectief ook. Hij geeft een vrije trap. Geen problemen voor de doelman. Rick Karsdorp. De bal gaat uit, ja. Dat was niet echt nodig. Romelu Lukaku. Joselu. Hij weet te voorkomen dat hij pas zijn eindstation bereikt. En hij komt eruit met de bal. Schot! Wat een heerlijke redding van die doelman. Ah, een 1-op-1 situatie en hij redt. Ik dacht eigenlijk dat het een doelpunt zou worden. Ruimte voor de counter. Niet verrassend dat hij daarvoor fluit. Ah, hij levert hem zo in met de tegenstander. Slecht gespeeld. Joselu. Ja, je hebt van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Kijk of hij dat doet. Ja, ik gun zo'n scheidsrechter dat ook wel. Beter dan dat hij telkens affluit. Snelle korte tikjes hier. Rustig wachtend op de opening. Lukaku. Romelu Lukaku. Lekkere steekpaas. Lukaku. Een tackle die goed afloopt. Daar gaat het balbezit. Gaat dit wat worden? En vast die bal. Rick Karsdorp. En gassen langs de zijlijn. In het centrum gespeeld. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, voor deze mogelijkheid. Joselu. En nu wordt het oppassen. Lukaku. En er gaat er weer een in. Oh, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander. Om er ook eens iets tegenover te stellen. De keeper zat er nog bij, maar hij ging er toch in. Ja, die bal bleek toch te moeilijk. En hier, vanuit dit perspectief.
but marqué par le numéro 9, Romelu Lukaku. Alleen de doelman nog voor zich. Een goede schotkans, maar de verdediging kan de bal wegwerken. Joselu. Morgan Sanson. Dat is een gevaarlijke steekbal. Stevig getackled, maar voordeel gegeven, juist. Ik vind het een prima beslissing. Er ligt ruimte voor de counter. Dit moet een doelpunt worden. Fenomenaal, een razendsnelle uitbraak en wat een geweldige afronding. Er zit zoveel snelheid in deze ploeg, hè. En de counters die zorgen elke keer weer voor gevaar. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. En vervolgens is het een kwestie van uithalen. En dat doet hij met een kiezelhard schot. De doelman kan daar nooit op tijd bij. Uitstekend afgerond. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2 tegen 1. Adrien Rabiot. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Morgan Sanson. En de scheidsrechter fluit niet. Geen voordeel na die onreglementaire tackle. Nu snel eruit komen. Sofiane Feghouli. De verdediger wordt het bos ingestuurd. Ja, figuurlijk dan, hè, want we mogen natuurlijk geen bol. Oh jongen, is het nou zo moeilijk. De counter zag er goed uit, maar dan die doelpoging. Nou, maar dit leek echt helemaal nergens op, zie je het. Wat een prutswerk. Gökhan Töre. Ah, dat is toch genieten van zijn passes vandaag. Wat geeft hij vandaag een hoop goede passes. Lukaku gaat hij zijn man voorbij. Gefloten, vrije trap. En volgens mij een kansrijke positie. Redding en bal geklemd. Drie minuten extra. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. Daar staat iemand bij de tweede paal. Ah, net iets te vroeg gelopen daar. Nou, het is dan maar een heel klein stukje buitenspel, hoor. Zonde van die kans. Gökhan Töre. Rabiot. Vrije trap op een lekkere plek om hem meteen op doel te schieten. Die bal wordt geblokt door die speler. Het bereiken van de rust is de stand 2 tegen 1. Wat vind je van Romelu Lukaku? Speelt hij een goede wedstrijd, Jeroen? Nou, zie het, hij staat absoluut niet slecht te spelen. Zijn team staat voor en hij heeft zelf ook al gescoord. Aftrap tweede helft. Daar gaan we.
Romelu Lukaku. Slechte actie, zegt die paas, lijkt nergens op. Oh, wat een kans. Nu moet er iets gebeuren. En daar is de gelijkmaker. We staan dus weer op gelijke hoogte. Ja, zie het. En nu is de vraag, wie durft het risico te nemen om te gaan jagen op een voorsprong? Voor de keeper is dit om wanhopig van te worden. Twee man komen op hem af en die spelen dat dan heel beheerst uit. Voor de doelman is daar geen begin aan. Na dat doelpunt is de stand gelijk. 2-2. Morgan Sanson. Romelu Lukaku. Ze zijn geduldig bij deze gelijke stand. Bal gaat over de vleugel. Romelu Lukaku. En de bal gaat naar de tegenstander. Ludwig Augustinsson. Wat gaat hij hiermee doen? Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Haha, doelpunt! De dood of de gladiolen. Nou, dag dood. Doe mij maar de gladiolen. Dit doelpunt is natuurlijk een ABC'tje. Zeker na zo'n heerlijke paas. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie, hè? En we gaan verder met een stand van 3-2. We gaan zo dadelijk getuige zijn van een wissel. Eerst moet de bal nog even uit het spel. Mooi trucje, zeg. Circus koekoek. Dit is smullen. En nog effectief ook. Niet verrassend, hij geeft een vrije trap. De scheidsrechter is hem genadig en laat het bij een waarschuwing. Oppassen hoor, want dit soort acties, dat is vragen om een kaart. Lukaku. Ze krijgen het balbezit weer. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Nu moet het vervolg komen. Ruimte voor de voorzet. Ja, die moet erin. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Dat doelpunt gaat niet door. Inderdaad, zie je het. De grensrechter vlacht hem af. En weer balbezit na die sterke actie. We gaan zo een wissel zien. Wie moet er plaats maken voor wie? Er wordt in de tweede helft een wisselspeler ingebracht. En we gaan kijken of hij iets aan die achterstand kan doen. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Ludwig Augustinsson. Luciano Narsing. Ziet er goed uit hoor. Gaat deze aanval wat opleveren?
Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekkerder voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Nou, genoeg te genieten vandaag. Het staat 4-2. Pablo Rosario. Joselu. Richting het doel van de tegenstander. Hahaha, hocus pocus. Wat een tovenaar. Pure magie is dit. Wat een spectaculaire beweging. Rosario. Goed ingegrepen door die speler. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Mogelijkheden voor een counter. Dit moet een doelpunt worden. Toch de schietkans. De verdediging ruimt op. Al zag het er even gevaarlijk uit. Mooi hoor, hier kun je toch ook van genieten. Het is prachtig gefloten. Hij geeft voordeel. Ja, want het was natuurlijk gewoon een overtreding. Balbezit kwijt. Pablo Rosario. Er wordt goed opgebouwd. Maar nu moeten ze die aansluitingstreffers gaan maken. Ja, geweldig. Doelpunt. Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja. Ja, absoluut. En hij maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Schitterende uitbraak en heel kundig afgerond. Voor de neutrale kijker is dit een heerlijke wedstrijd. Voetballen op de score. Waar gaat die doelman helemaal naartoe met die bal? Doelpoging. Keeper redt en het spel gaat door. En weer de druk op de bal. De bal wordt afgeschermd. Joselu. Ze maken uitstekend gebruik van het balbezit. Romelu Lukaku. Morgan Sanson. Raakt de bal kwijt na die tackle. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Een onvervalste hat-trick maakt hij hier. Wat is hij vandaag op dreef? Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. En dan krijgt die speler vreemd genoeg alle ruimte en tijd om zijn hoofd tegen de bal te zetten. Ja, dan is er voor de keeper geen beginnen meer aan. Er wordt een speler gewisseld.
We vervolgen het duel bij een monsterscore van 5-3. Le numéro 10, Riyad Boudbouz. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Lukaku komt bij het doelgebied. Joselu. Pablo Rosario. Zo, wat het. De doelman heeft hem in zijn handen. Deze kan erin. Ja, hij zit en dat is er toch nog iets mogelijk lijken. Ja, want nu is de achterstand nog maar één doelpunt. En gaat het echt ontspannen. Oh, 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 oh. Wat een fataal optreden van deze keeper. Het is niet te geloven, zeg. Zie het. Zo moeilijk was het toch niet om de bal in de ploeg te houden. Of desnoods over de lijn te schieten. Maar hij levert hem in. Ja, dat is de goal. Deze nieuwe speler moet meehelpen om die voorsprong niet meer uit handen te geven in het restant van de tweede helft. 5-4 en we korfballen weer verder. Als ze nog gelijk willen maken, moet deze hoekschop erin. De fans hebben wel vertrouwen in een goede afloop hier. Ze hebben Warempel hun overwinningslied alvast ingezet. Ja, geef ze ongelijk. Hun ploeg speelt voortreffelijk. En dat moet raar lopen, willen ze hier niet winnen. Nee, die komt niet aan. Slechte corner, zeg. Rick Karsdorp. Nog 6 minuten reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Ja, nu kan er een counter komen. Zeg, de doelman zet de poort goed open voor de tegenstander. Natuurlijk, hij schiet hem in het open doel. Een 100% kans die hij vanzelfsprekend niet onbenut laat. Wat denk je? Zou die doelman misschien niet beter gewoon op de doellijn hebben kunnen blijven staan? Hij had vandaag beter thuis kunnen blijven. Doelpunten al in dit duel. 6-4. En komt er ook nog een nummer 11. Mooi afgeschermd die bal. Joselu. Pablo Rosario. En daar is Romelu Lukaku. Joselu. Lukaku. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. De bal komt voor het doel. En dat is de aansluitingstreffer. Net voor tijd wordt het toch nog spannend. Ja, dat mag je wel zeggen. En er zijn ook weer mogelijkheden. Hier wordt optimaal geprofiteerd van de wanorde in de verdediging. Al komt het natuurlijk allemaal wel tot stand na een magistrale hoekschop. Maar ja, dan moet je hem nog wel langs de keeper zien te koppen. En dat lukt hem hier uitstekend. Hij raakt de bal precies goed. Fraaie goal. En weer een doelpunt en een aftrap. 6-5 staat het nu. Maak er nog maar eentje.
Als ze op de valreep van deze achterstand af willen, moet deze hoekschop benut worden. Bal wordt voor het doel gebracht. Hij weet het schot tegen te houden. Dit zou wel eens zijn laatste waarschuwing kunnen zijn. Nog één zo'n overtreding en hij krijgt een kaart. Ja, hier komt hij goed mee weg nog. Dan mag hij niet over mopperen. En hij houdt hem tegen. Bal op 11 meter. En de keeper heeft hem te pakken. Wat een mooie reactie. Flitsend. Goed gedaan hoor, keepertje. Resoluut gereageerd. En zo houdt hij die strafschop tegen. Chapeau. Formidabele redding van die keeper op die strafschop. Echt een specialisme hoor. Een pingel stoppen. Dat was de kans op de gelijkmaker. Maar de doelman heeft een prachtige redding in huis. Ja, cruciale actie van de keeper. Zeker gezien het moment in de wedstrijd. Wat een gekke huis. Deze doelman is nu wel heel ver van zijn domein. En deze om het definitief af te maken. Boom! Koekoek, wat een doelpunt! Oh, wacht! Anulado, dat doelpunt gaat niet door. Klopt, de assistent scheidsrechter is duidelijk. Gedecideerd houdt hij zijn vlag omhoog. Romelu Lukaku. Als ze deze stand nog recht willen zetten, dan moet het in deze laatste minuten gebeuren. Lichaam goed tussen de bal en de tegenstander. Pablo Rosario. Nathan Ake. Morgan Sanson. Joselu. Lukaku. Hij is er voorbij. De bal wordt afgeschermd. Deze thuiswedstrijd zit erop. De overwinning is binnen. Heel goed en ook heel belangrijk dat hij die kans wist af te maken. Want ik denk daarmee dat de zege bij de juiste ploeg terecht is gekomen.